In de zaak waarbij mensenrechtenactivist Asawini Edenburg achter de tralies is gezet, laat de politie verdere stappen over aan het Openbaar Ministerie. Politiewoordvoerder Milton Kensmil heeft voor nu geen andere informatie over de inverzekeringsstelling van het lid van het Volkstribunaal. Tot zover, ik heb begrepen, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen dan de inverzekeringsstelling ter zake aantal wetartikelen. Overtreding van die ter zake enkele misdrijven gepleegd. En dat is het overige. Dat is ter competentie van de regering en OM. Ja. Wij houden ons sterk bezig met dat politioneel deel. En dat is de zaken waar bij overtreding van een wetsartikel dat de politie in beeld komt. Om over te gaan tot opsporen, aanhouden, voorgeleiden. Edenburg is lid van het Volkstribunaal Suriname dat opkomt in de kwestie rond cyanidevervuiling te Brokopondo. Kensmil vindt dat de rust in de samenleving behouden moet worden. De redactie verneemt namelijk dat een geplande protestactie door mensen uit het Brokopondo-gebied verschoven is naar morgen.